Maar hier staan we bij Petra. Dat wil zeggen een indruk van Petra. Een antieke stad in een kloof in de woestijn van Jordanië. Net even over de grens met Israël. En dit is het nieuwste schilderij van Gertie Bierenbroodspot. Sorry. Als je nou... ik bedoel, als ik in Petra ben, dan zie ik niet dit exact. Wat heb je willen vertellen? Ja, het is zo. Petra is eigenlijk een verborgen stad geweest in een kloof, zoals je al zei. Mm-hmm. En daar zijn een heleboel invloeden van beschavingen, de Grieken, het Hellenistische, van de Egyptenaren doorheen gegaan. Dus je ziet daar gebouwen, die staan zo'n beetje in de rotsen. En daar zijn zuilen en daar zijn poorten. En de mensen die daar wonen, de Nabateërs, dus een volk dat wordt wel genoemd in de Bijbel ook. Het is een beetje om de tijd dat Christus ook ergens daar bezig was met rondtrekken. En die mensen die waren zo bezeten van architectuur. Waarom weten we niet? Het is heel geheimzinnig. Ze zijn ook weer zo weer verdwenen. Het heeft eigenlijk maar kort geduurd. En ze bouwden maar, ze bouwden maar, ze bouwden. Als je daar nou rondloopt als toerist en later, als je dan besluit, zoals ik, daar langer heen te gaan, als je daar rondloopt. En iedere dag weer zie je dat donkere en dan kom je naar iets lichts, dan is dat weer een prachtig beeld en zo. En dan denk je, ja, wat is het? Want niemand weet het, dat is het leukste, hè? Daar gaat het dus om. En in die kloven, daar is het geheimzinnige en daar zie je stukken van zuilen. En altijd is daar achter het licht en dat is net als goud en roze. Dat wordt de roze rode stad genoemd, hè? Ja, ja. Fantastisch. Nou, zullen we onderhand even daar gaan zien? Ja, oké. Okay. Nou heb jij, dat weet ik uit vorig werk, wat ik van je gezien heb. Je hebt altijd zo'n een liefde gehad. Naar die plekken ben je ook toegegaan voor oude beschavingen. In Pompeji ben je geweest, in het oude Egypte ben je geweest. Ja. Daar heb je zitten werken. Wat trekt jou zo naar die plekken toe? Nou, het is eigenlijk zo dat je zou kunnen zeggen avontuur. Maar dat is het natuurlijk niet alleen. Ik heb eigenlijk altijd geschilderd vanuit een gevoel dat al die oude beschavingen en die mythes en zagen en volksverhalen, dat allemaal een beetje door elkaar loopt. En ik geloof, zo langzamerhand, dat er mensen zijn, en daar ben ik gewoon eentje van, die iets meer door kunnen geven van dat oude, wat eigenlijk ook een beetje in onze droomwereld leeft. Misschien wel in ons onderbewustzijn. De mythe, de goden, het geheimzinnige. Het is toch eigenlijk ook onze eigen beschaving waar we naar zitten. Want wat waren dat nou voor mensen? Nou, dat waren wij eigenlijk. En sommige mensen kijken ernaar, zeg maar een toerist, een geïnteresseerde toerist. De toeristen zijn heel vaak heel bewezen over waar ze naar kijken. Maar kunnen het niet vertalen. En andere mensen, dichters, schilders, componisten, ook bouwkundigen, die vertalen dat. En dat zit in je. Dan kun je zeggen van ja, wat is dat dan? Is dat nou met een psychiater eruit te peuteren of zo? Nee, maar dat is een gevoel. En dat wordt versterkt. Hoe langer je het doet, zeg je ja, dit was toch mijn keus. Dit is toch... Plus natuurlijk het avontuur zo'n jaar. Want, ja, ja. Hoe lang ben je daar geweest? Bij elkaar 4 maanden met een tussenpauze. Moest ik even terug. En in de tussentijd, ik was er maart, april. En daarna oktober, november. Toen werd het ook winter. Was nog geheimzinniger eigenlijk. In die tussentijd was daar ook Harrison Ford. Hè? Daar is die, weet je wel, Indiana Jones, The Last Crusade, werd daar opgenomen. Die stormde daar doorheen. Ja, werd je daar nou geaccepteerd tussen die mensen die daar wonen? Kijk, de mensen die daar wonen, nog vaak in de rotsen en in de graven en tussen de zuilen en ook in een ander dorpje. Dat zijn Bedouinen. En die mensen die doen zelf ook dingen. Dus ze zagen mij dus bijvoorbeeld met stenen. Je ziet er niet echt, zeker voor die mensen, niet gewoon uit. Zeker niet. Lopen die vrouwen daar nog gesluit? Nee, de Bedouinenvrouwen niet. Die zijn heel vrij. Ja. Je kunt de Bedouinenvrouwen vergelijken met de Zigeunervrouwen. Ik denk niet dat ze het leuk vinden als we het zo zeggen. Maar Bedouinenvrouwen lopen ongesluierd, vaak op blote voeten. Hebben zelfgedraaide enorme sigaretten vaak in hun mond. Zoals je zigeunervrouw ook ziet, zien er eigenlijk uit een beetje als de Navajo-Indianen. En waar leven ze van? Hun geiten, hè? Het zijn nomaden die zwerven met hun kuddes. Hun geiten, hun geitenmelk, hun geitenwol, hun geitenhaar. We konden geen geit meer zien ook op het laatst. Je eet het ook en je ruikt het ook en je hoort het overal. Ja. En ze leven van het maken van kleine flesjes waar ze zand in doen. Deze? Ja. En dit is een prachtig voorbeeld. Er zijn natuurlijk ontiegelijk veel motieven die ze gebruiken. En het leuke daarvan is dus dat wat ik nou doe, dit is er niet is eigenlijk hetzelfde. Dit is er niet opgeschilderd? Nee, het zit erin. Dit is het echte zand van Petra. En ik kan je laten zien hoe dat gaat.
ik doe het dus nu niet, want ik wil niet dat je volgende gasten onder het stof zitten. Maar als je deze steen, die dus natuurlijk prachtig is, hè, dat is, dit is Petra. Dat zijn aders van mineralen. Dat is echt schitterend, hè? En dan loop je in, hè? Eén steen en die is, zo, die is echt zo van kleur. Ja, die is van, en dat gaat dus door. Dan loop je, ze hebben dat allemaal uitgehakt en ook de prachtige processiewegen. En dan loop je in, je loopt in die strepen alsof je op een gigantisch gekleurd zebrapad. En die mensen die slaan dat kapot, dan komt er poef, zegt het. Zegt niet pats, het zegt poef, komt allemaal zand uit. Er zijn verschillende kleuren. Ja. Dan hebben ze flesjes en die krijgen ze weer van de hotels, weet je wel. Zo gaat dat. Recycling, drankflesjes. Ja. Zij drinken dus alleen maar thee natuurlijk. Dan hebben ze zelfgemaakte pipetjes. Zo'n trichtertje met een lange snavel. Dat gaat erin. En moet je me verder niets vragen, want dat weet ik niet. Nee, wat er dan gebeurt, weet ik niet. En dan komt hun eigen dus talent. Prachtige figuur. Dit is een eentje, die hebben ze voor mij gemaakt. Er staat mijn naam in. Maar het is echt van rechts naar links, hè, even lezen. Zeg, voordat we ons hier nu... Want het is echt iets om je eindeloos in te verdiepen. Zo geheimzinnig mooi ziet dat eruit. Ja. Maar ik wil ook nog even weten... En nou ligt hier een foto van hoe jij daar hebt zitten werken, hè? Deze is dus gemaakt door mijn vriendin die bij me was, die dus fotografeerde. Liz. Dan zie je jou hier zitten onder in die hele en diepe zo kloof. Zie je dus het simpele leven van de schilder. Want ik zie er nou natuurlijk wel erg mooi uit en zo en gezellig. Ja. Maar dat is de bittere, dit is de bittere ellende. Want ik zit op die keien zo, want die kloof is zo nauw. En ik moet dat dus toch ergens zien te schilderen. Hè? Nou, dan zie je dat schilderij daar en denk je, jeetje zeg. Maar dat had ik dus niet bij me hoor. Nee. Maar het gaat dus zo. Je moet je voorstellen een rugzakje. Ja. Bergschoenen, verrekijker, waterfles, nog een waterfles en dan rijspapier. Dit heb ik gekregen van Wallace Ting, de grote schilder. En dat gaat dan zo. En dat ziet er dan nu aan de achterkant zo uit, want het is allemaal kapot gewaaid. Ja. En aan de voorkant is dit dus dan een schets. Dat we het wel kunnen zien, zo. Je kunt het ook op je hoofd doen, je kunt het dus, je kunt zo doen, hè. Ja. Dat had je daar zitten maken en toen heb je thuis die schilderijen gemaakt. En dan al die studies, want als je goed kijkt, die doen natuurlijk nu wel heel vrolijk erover. Maar er staan natuurlijk hele mooie zuiltjes op, hè. Dat wordt even goed bestudeerd. Zeg, en toen heb je, dit heb je daar gemaakt ja. en vanaf deze papieren, heb je, hoeveel van die schilderijen heb je inmiddels gemaakt? Die schilderijen, daar heb ik er 2 van. Kun je nagaan, daar doe ik maanden over. Maar van deze zijn er wel 53. Ja. En dat kunnen we straks allemaal zien, volgende week zondag? In het Zingermuseum in Laren. In het Zingermuseum, maar weet je, voordat je nou weggaat, heb je dat altijd op je handen? Ja, want kijk, ik sta vaak op laddertjes ook, hè. En je kunt niet, ik bedoel, paletjes, zoals vroeger had je al zo je duim in zo'n ding. En dan heb je ook dit, hè. Ja. Maar ik doe gewoon, ik doe maar wat. Dus ik bedoel, maar die mevrouw die mij schminkte, deed dat ook trouwens net. Die zei, kijk, dat doe ik nou ook. Dus, maar het is dus gewoon een, kijk, als je op avontuur bent, kun je natuurlijk niet alles meeslepen. Nee. Het is echt waar dat ik op avontuur ben. Het is niet zo van, ik ben op avontuur, maar ik had wel een hele mooie kist en een ding. En een, dat heb ik dus niet. Ik zit op de grond. En ik heb een plankje en dan moet je maar zien hoe je... Maar het komt er altijd uit, hoor. Ik krijg altijd wat ik wil. Dat is leuk, wel. Ja, nou, als... dat lijkt me heerlijk. U kunt het allemaal zien in het Zingermuseum in Laren vanaf aanstaande zondag. Gertie Bierenbroodspel, dankjewel. Zo ja, je mag er één uitkiezen. Ah. Ik zou deze hebben, dit is de mooiste. Deze zijn een beetje lullig. Mag ik doen? Zal ik het laten staan of wil je dat ik mee neem? Ja, dank je. Ik heb een flesje gekregen en jij weet niet half hoe blij ik ermee ben, want ik spaar ze namelijk. Oh, dan ga ik nog